Het heeft heel lang geduurd, maar nu is hij er eindelijk. Final Fantasy VII Remake is na jaren van geruchten, moeizame ontwikkeling en torenhoge hype eindelijk uit. This could well be her last line of defense. Let's go. Let us defy destiny together. Ook onze Florian wachtte zo'n beetje 20 jaar op de game en moest regelmatig een traantje wegpinken van geluk toen hij deze remake reviewde. Waarschijnlijk heb je met open mond naar de trailers van Final Fantasy VII Remake gekeken, want de blonde lokken van Cloud en de imposante stad Midgard zien er insane goed uit. Het overgrote deel van de game is dan ook zo prachtig als de beelden en demo doen vermoeden, maar een klein gedeelte is helaas ondermaats. Zodra de game je maar een klein beetje vrijheid geeft, daalt het niveau van de graphics hard en hier en daar zijn de textures wel heel erg ruw. Soms is Final Fantasy VII zo mooi dat we eigenlijk helemaal geen PlayStation 5 nodig hebben. Maar sommige achtergronden lijken rechtstreeks uit het PlayStation 3 tijdperk te komen. En dat geldt ook voor de personages. Cloud, Tifa en bad guys als Sephiroth zijn van absolute wereldklasse. Maar tegelijkertijd zijn er ook NPC's die zich lachwekkend gedragen en er niet uitzien. Stel daar onzichtbare muren en superlineair level design bij op en je kunt stellen dat Final Fantasy VII Remake soms nogal oldschool is. Gelukkig zijn dat zo'n beetje alle minpunten en stellen ze eigenlijk helemaal niets voor in vergelijking met de rest van de game. Want misschien was je wel ongerust over het feit dat dit slechts het eerste deel van Final Fantasy VII is, maar eigenlijk is dat juist een pluspunt. Square Enix heeft namelijk een hele hoop toegevoegd aan de game, waardoor we bijvoorbeeld veel meer te weten komen over de personages. Florian zegt daarover: ik heb honderden uren in het origineel gestopt en dankzij deze remake heb ik een nog veel sterkere band met de personages. Het verhaal van Cloud, Tifa, Barrett en Aerith, maar ook van bekende koppen als Jesse, Wedge en Biggs, gaat veel dieper dan ik ooit had gedacht. Fans zullen smullen van de liefde die Square erin heeft gestopt en nieuwkomers zullen het verhaal op de beste manier ooit ervaren. Naast het uitgebreide verhaal zijn er nog veel meer dingen toegevoegd. Denk aan nieuwe materia, wapens, armor, limit breaks, abilities, items en summons. Het is bij elkaar zoveel dat het bijna gek is dat je hier allemaal toegang tot hebt terwijl we nog maar in Midgard zijn. Maar stiekem is het precies wat je als fan wilt. Ook nieuw is het vechtsysteem, dat helemaal de shit is. Het is de perfecte combo van turn-based en real-time en je kunt ook nog eens alle partymembers een eigen rol geven. Geef je Cloud Magic Attacks of juist Barrett? En wie laat je healen dan? De keuze is helemaal aan jou. Je hebt ontzettend veel vrijheid, mede doordat je wapens kunt customizen met stat boosts. Bij een personage dat je als Black Mage wil gebruiken, zet je dus vol in op magic upgrades en bij een tank op defense upgrades. Of een combinatie natuurlijk. Volgens Florian is dit zelfs het beste vechtsysteem in een Final Fantasy game ooit. Zodra je een beetje bekend bent met alle materia en wapens en je als een soort tweede natuur tussen characters wisselt, zijn gevechten iedere keer weer een feestje. De muziek van het origineel was natuurlijk al fantastisch, maar de manier waarop oude en nieuwe tracks veranderen tijdens de gameplay is simpelweg magisch. Zo wordt de muziek ineens bombastisch tijdens gevechten en daarna weer kalm als het voorbij is. Maar ook in verschillende wijken kan de muziek een andere toon krijgen. Zo zijn er dorpjes waarbij er steeds meer instrumenten bijkomen en krijgt het in de Chinese District zelfs een Aziatisch tintje. Terwijl het nog steeds gaat om dezelfde track. Het zijn fantastische what the fuck momenten. Go on, do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. Ja, misschien heb je het al door. Florian is helemaal in de wolken. Grafisch is de game voor het grootste gedeelte verbluffend mooi. Het vechtsysteem is top. Het verhaal is uitgebreider dan ooit. De gesprekken tussen de personages zijn geweldig. Het upgraden van wapens is cool. De minigames vermakelijk. En Tifa, Aerith en Jesse zijn zo perfect dat je acuut stapelverliefd op ze wordt. Wauw, Square. Wat een actie. En wauw. Wat een game. En daarom geeft onze Florian Final Fantasy VII Remake een dikke vette 90 van de 100 punten. Hey jij daar, vond je dit een vette video? Geef ons dan een like en abonneer je op ons kanaal. Dat vinden wij leuk.